Yo, what up, you Mongols? Grapje, ik hou van jullie. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Kingdom Come Deliverance, aflevering 9 inmiddels. We staan in Rete. We staan dus eigenlijk vlak bij de mail van Theresa en haar oom. En we zijn weer binnen de stadsmuren gegaan om zowel main quest als brawl quest. Brawl quest is side quest, beetje op de vuist met wat gasten. Om dat te gaan beginnen. In deze aflevering 9 heet ik jullie van harte welkom. Kingdom Come Deliverance, ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben en dat laten zien door eventjes de support te showen. Zo verder ik nu kan praten, maar ook pickpocketen. Kan veel dingen. Hoe verder je in het spel komt, des te meer je kan. Maar we staan echt best wel dicht bij onze markering voor die side quest. Namelijk beat Milan. Oh, Milan is gaan lopen. Milan stond letterlijk naast me toen ik deze part begon. Hij is blijkbaar gaan lopen. Stefan staat wel nog op dezelfde plek. Dus Milan loopt dan maar eerst naar Stefan. We gaan dus gasten verslaan. En daarna gaan we naar Sir Radzik. En die is in Perkstein, dat kasteel achter me. Dat is dan daadwerkelijk de hoofdmissie. Die ik dan na een pittige tijd weer zal vervolgen. Maar dus bij markering C staat een guy die heet Stefan en hij moet verslagen worden. Ben jij Stefan? Jij bent Stefan. A good day to you. What do you need? You're Stephen, aren't you? Milan tells me he won't fight me until I beat you. Oh yeah? And why would you want to? Well, never mind. I'll fight you if you pay me. What do you say? Twee freaking groschen. I'll wipe my ass with you. Oh, mijn strength gaat best wel omhoog. Dat is die. Ah, lekker geblokt. Oh, die krijg ik wel altijd echt hard in mijn gezicht, man. Die knietjes. Oh, uppercut, best wel fijn. Hey! Right in the face, bitch. Ik vind die facial damage echt goed gedaan. Alleen het is zonde dat als je later een gesprekje met hem hebt, dat het dan niet meer op zijn gezicht zit, zeg maar. You're just lucky. Is het klaar? Hij is echt even KO. You won, end of fight. Hoe kan ik hier uit? Wacht eens even, is hij echt dood? Oh, hij is unconscious. Ik schrok al. En ik neem natuurlijk meteen mijn groschen terug. Dat is 32 in totaal. Dankjewel, Pik. Veel te kut, want mijn hele paard is hier niet aanwezig. Dus ik kan weer helemaal een pokkeind omhoog rennen waarschijnlijk. Vitality is omhoog gegaan. Dit is hem. Ringlet. Met hem moeten we ook praten. Vechten. Eigenlijk. Good day to you. What do you need? Aren't you Ringlet? Milan says I have to beat you before he'll take me on. And you're that blacksmith's lad, right? What do you want out of it? You're not living in the dirt here like the rest of us. Maybe not. But why shouldn't I try and beat some coin out of him too? Yeah, and you can pass it on to us that need it. If you want to fight me, you dandy, then pay up. Or fuck off. Ja hoor. Ik wil die move ook kunnen, man. You... Ow. I'm gonna eat.
Nice, ik heb hem in ieder geval ontmanteld. Ow. Of in ieder geval geblokkeerd. Die move. Die uppercuts zijn wel lekker, man. Die erachteraan. Combi. Combi. Oh, fuck, man. Oei, ten neer. Ten onder. Niet al. Ik wilde niet alles hebben. Oh, fucking hell, man. Armor. Ik geef al zijn bullshit terug. Terug binnen de stadsmuren van Rattay. Was ik mezelf weer in dezelfde tub. Om vervolgens Milan uit te dagen. Die twee andere faggots zijn verslagen. Ze stelden beide niets voor. Maar wat verwacht je ook? Twee bedelaars. Ik heb eigenlijk in een korte tijd alles wat mijn hartje begeert. Heb ik wel. En dan vervolgens ga ik nu bedelaars in elkaar mappen. Waar ik ze voor heb betaald. Ik heb ze 2 gold gegeven om tegen me te vechten. Om ze vervolgens te verslaan. En hun geld weer van hun weg te jatten. Dus ik ben best wel een scumbag zo op het begin. Maar nu dus dat officiële gevecht versus Milan. En dan krijgen we zeg maar een soort van pot. Dus daar krijgen we redelijk wat geld voor. Als het goed is. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ben inmiddels best goed in vechten. Dus ik ben benieuwd. Was dit hem nou? Yo, dit was hem. En hij had iets roods in zijn gezicht. Oh, dat was gewoon een schaduw. Hij leek eventjes alsof hij al blauw geslagen was. Good day to you. Let's fight. You gave those two a pretty good hiding. And I made a groschen or two in bets. You Scalitz fellows are good for my purse. Het kost ook maar 2 groschen. Komt ie aan. Uppercut. Oh, deze man kan ook... Oh, joi, joi. Hij beat hard terug, man. Hier, ik geef hem payback. Motherfucker. Uppercut. Oh, joi. Right in the face, man. Die had hij nooit zien aankomen. Hij trapt ook gewoon vies, die man. Ik kan ook trappen, hoor. Oei, oei, oei. Ik kreeg echt een harde hit hier. Hier, je ziet ook dat de held af is. Hij is een goede vechter, man. Hier, weg. Je krijgt me niet te pakken, pik. What the fuck? Waarom doet deze man opeens zo tyfus veel damage? Ik blijf in die stealth modus. In zijn face. You call that combat? Ha! Hoppa! Hij heeft mij ook goed gehit hoor, je ziet het, je ziet het. Hij heeft mij ook echt goed gehit. Ik zit op de helft van alles, ik heb ook gewoon een heel ander icoontje onder in beeld. Zoals je ziet, het beeld wordt een beetje rood. Beweegt heen en weer. Het ging gewoon niet heel soepel. Ik heb wel degelijk last gehad van dit, maar hij is unconscious en ik niet. Dus ik win hem. Oeh. Oké, dat was wel even pittig. Zie je, Milan was een goede vechter. Ik ben blij dat we hem hebben verslagen, ondanks alles. Mijn energy is een beetje gedropt en mijn health is een beetje laag. Het enige wat ik daaraan kan doen is simpelweg een beetje eten en slapen. En dan kijken wat er de volgende dag met mijn gestel gebeurt. Eerst nemen we eventjes een bad, anders gaan we heel vies in bed. Oké dan. En dan gaan we maar mijn bed in. Ik zou niet eens weten hoe laat... Kan ik niet... Oh ja, ik slaap hier, dat was het. Sinds wanneer snap ik de mail niet meer. Hij is nog steeds hard aan het werk. Dat betekent dat ik ook maar deze achter me sluit. Want anders kan hij letterlijk naar me kijken hoe ik slaap. Cook item. Zou ik iets kunnen koeken? Een visie. Nou, ik ga maar even slapen. En dan kijk ik ook meteen wat er in de trunk zit de volgende ochtend. Want dat ben ik eigenlijk vergeten.
Ja, want als dat nou gestolen waar is, dan kan ik dat ook nog eens verkopen aan... aan die gekke oom. Dus ik vind het helemaal mooi. Guys, het is inmiddels 8 uur 's ochtends. Als je nou denkt, yo Denna, je sliep tot een bepaalde tijd. Waarom wacht je tot 8 uur 's ochtends? Dit doe ik met een reden, want anders is die oom niet wakker. Wow, wat zit er in deze map? Oh, dit zijn mijn DLC items. Dit zijn mijn DLC items. Ik heb mijn DLC toegevoegd. Ah, dat is het. Alrighty. Dit zijn allemaal dingen die ik wil verkopen, toch? Warhorse Gambeson. Er staat vervolgens dat überhaupt lezen in de middeleeuwen een hele zeldzame skill was. En dat een simpele zoon van een blacksmith niet zomaar kan lezen. En dat je daar dus wel het een en ander over moet leren. Dat moet je gaan leren in skill trees. Dus reading is daadwerkelijk een skill. Wat in mijn ogen best wel vet is eigenlijk. We zijn bijna level 5 trouwens. We zijn goed op weg. We zijn echt goed op weg. Deze lijkt me heel erg handig voor de volgende keer. You can carry 15 pounds more. Dat is echt een hele goeie. Wat ik nu heb geleerd is dat ik de kans heb dat ik sommige enemies gewoon in een beuk of één slag kapot maak. Dat valt onder de strength power. Hey, dat is de reden. What are you doing? Niks, ik was gewoon even mezelf. Ik ben net wakker. Jij deed de deur tegen mijn hoofd open, dus dat is de reden dat, dat het niet zo soepel verliep. Ik heb hem nodig, want ik wil mijn shit verkopen aan hem. Zodat ik vervolgens weer wat lichter ben. En dan kunnen we eindelijk aan de main quest beginnen na Milan te hebben verslagen. I've got some goods here whose owners might miss them. Alright, let's see what we can do about that. Kijk, weet je, het is, mijn kleding wordt ondertussen ook viezer en slechter naarmate de tijd vordert. En de conditie verslechterd, des te slechter het er ook uit gaat zien. De Warhorse Gambeson, dit is dus een DLC item. Dit is sinds ik de DLC van de Treasure Chest heb ingevoerd. Dat is ook de reden dat ik al die Treasure Maps heb, dus dat is ook wel cool. Weet je wat, ik verkoop kaas gewoon. Dit heeft allemaal letterlijk geen houdbaarheid meer. De salami wordt ook steeds slechter. De pancakes moet ik ook binnenkort even in mijn keelpijp stoppen, anders gaat het ook niet goed meer. Check basket, haggle. Op wat voor prijs gaan we zitten? Let's talk about the price. Aye. Bij elkaar 120, ik vraag er 140 voor. What about this? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Since it's you. A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Het is niets veranderd. Ik heb er dus I knew we'd come to an arrangement. 10 winst uit kunnen halen. Ik ben nog steeds te zwaar volgens het spel. Dus ik kan nog steeds shit verkopen, want ik moet een switch maken in items en dat ben ik vergeten. We gaan naar armor, we trekken mijn DLC item, man. Dat is deze. Dat betekent dat deze vrijkomt en ik die dus kan verkopen voor 11 carry weight. En dat is ook precies wat ik nu, zeg maar, te veel bij me heb. Welkom in Rattay. Hier staat mijn paard. Het staat er nog zoals het was. Het enige waar ik nog benieuwd naar ben, hè, omdat aangezien we deze paard Milan een goed lesje hebben geleerd. Hoe staat het met de questlog? Het is namelijk een... Oké, de sidequest staat nog steeds open. We hebben alleen het wijn. We moeten nog een paard en een kroon hebben. The activities is do me a favor, punch me. Gaat nog steeds verder. Current objective, more fights. Maar waar ga ik dat dan vinden? Niet hier. Hier zijn geen gevechten meer. Dus ja, het zal wel. De main quest zetten we open. En dat is simpelweg Awakening. Zie je? Go to Perkstein to see Sir Radzik. Ik wil graag updaten na al die tijd. Al part 9 en ik ga naar Sir Radzik. Could that be the smith's son Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Scalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and banders did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life.
and not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Scalitz? If you tried to fight, the both of you would be dead. He gave his life for yours, Hal, so you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Ja, ik weet niet waarom ik nu opeens wel weer op mijn paard zit. Dus die scène kan niet vanaf een paard besproken worden blijkbaar. Ik ga nu Sir Radzik updaten van wat er is gebeurd. En ik weet niet of hij daar heel erg blij mee is. Of dat hij juist heel erg sportief reageert. En mij het geluk toewenst om dat zwaard terug te halen. We gaan het zien. Lockpick, very hard. Waarschijnlijk is dit niet de bedoeling. Een wc, lekker openbaar ook. Zij is aan het werk. Ik denk dat ik dan nog een verdiepingje hoger moet. Of juist een verdiepingje lager, een van de twee. Dit mogen ze ook fixen. Kijk, ik kom de trap soms gewoon niet op. Your graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. Mm. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir, I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzik, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off! Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. And who? Do you think you were the only man who lost someone there?
Let the others listen to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. No, oh, there you go. When you have to, Radzik. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Well, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Scalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. But you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him! Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion! Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. And trophy awakening.
Train hard, I fight easy. Ik denk dat de main quest is gestart. Go to the training ground and talk to Captain Bernard. Of Bernard. Bernard. Die uitspraken, jongens. Dit paardje kan ik natuurlijk niet pakken. Nee, ik heb gewoon mijn eigen paardje. En daar ben ik op zich best blij mee. Laten we eventjes kijken naar dat questoverzicht dan. Questlog. Dit is een van mijn main quests. Ik heb hier waarschijnlijk nog lang geen... Ja, hoe moet je dat noemen? Skills genoeg voor? Ik kan waarschijnlijk niet zomaar... Hier, die quest staat letterlijk niet eens open. Dus de quest Vengeance staat wel aan, maar staat gewoon niet open op de map. Er is gewoon geen duidelijkheid over de quest Vengeance. Dus die gaat uit. Train hard, fight easy gaat vervolgens aan. En dan staan er ook nog at your service, my lady, missies aan. Eén is, als het goed is, bij A... Is er volgens mij de kroon te vinden en rechtsbovenin het paard. Alleen die steden heb ik nog niet eens ontdekt. Dus er is best wel wat te doen nog. Ik denk dat het toch wel slim is dan om een horse te mounten. Activities aan te zetten. En do me a favor, punch me, blijft aan. Er is alleen één ding. Er is gewoon geen duidelijkheid over waar de volgende targets zijn voor dat gevecht, zeg maar. Vervolgens Tick F. Steves blijft ook aanstaan. Eentjes van Peshek, dat is de oom of vader. Ik weet niet, Teresa, ze was opeens de Miller's daughter. Ik denk dat haar echte vader dood is. Dat was waarschijnlijk de Miller van Skalitz. En volgens Peshek is haar oom, dat was de Miller van Ratak. Dan weten we dat. Er staan dan wel wat sidequests aan, maar voornamelijk... Main quest. Don't move a finger. Surrender. Hey, you. Don't move the rod. Zo, ik denk dat ik nog niet goed genoeg ben in het pickpocketen van dat soort guards. Dus ik peer hem hier. En ik zal er voorlopig ook niet zijn. Ik denk dat ik dus maar de volgende missie ook... Of de volgende aflevering ook maar aan de slag ga met de missie voor Lady Stephanie. Want Rette, ja, die heeft nu onthouden dat ik een guard heb gepickpocket. Dus dat kan ook nooit de bedoeling zijn. Ik zal deze even opbergen. De statistieken en de perks van Stealth. Ik kan ervoor zorgen dat op het moment dat het regent jouw footsteps, oftewel je voetstapjes en het geluid daarvan, voor bijna, kan ik hierin badderen, nope, voor bijna 70% gereduceerd worden en je zo goed als stil bent tijdens regen. Dus op dat moment kan ik echt perfect sneaken en pickpocketen, et cetera. Ik ga de volgende part, deze main quest doen, oefenen in de combat area. Ik hoop dat jullie daar zin in gaan hebben. Dankjewel voor het kijken naar 9 en tot aflevering 10 van Kingdom Come Deliverance op mijn channel Denaden. Tot de volgende guys, peace!